wij komen vandaag Lisa ophalen. Die is zojuist geland op Schiphol. En ze zullen dan met de bus rechtstreeks hier naartoe komen. Ze krijgen hier als het goed is een soort huldiging. Dus we weten het niet. Het is voor ons ook een verrassing. Heb je er wel zin in? Ja, enorm. Enorm. Het is natuurlijk een heel groot spektakel wat ze al heeft mogen meemaken in Rio. Met het omhangen van de gouden plak natuurlijk. Dus ja, wij zijn super trots als ouders zijn. We zijn nu in Tivoli en wat we hier gaan doen is onze dochter zo even aanschouwen met de huldiging. En aan het einde van het officiële gedeelte hopen we haar mee te mogen nemen weer naar huis. Kijken jullie er naar uit dat ze weer terug is? Ja, nee, daar kijken we zeker naar uit. Ze is bijna 6 weken van huis geweest. Dus ze heeft eerst nog een stage gehad in Portugal. Dus ja, zeker. En zij misschien ook wel. Hoe is het om zo ontvangen te worden? Ja, het is natuurlijk geweldig. Weet je, ik hoor dat het uitverkocht is. Geweldig, echt. Er zijn ook best wel veel kennissen van ons ook. Mensen die bij ons ook in de jeugdselectie zitten zijn. Hier is echt super vet om dat allemaal hier bij elkaar te zien komen voor de Paralympics. Ja. En nou hebben we ook nog je ouders even gevolgd en je broertje en zusje. Die hebben hier natuurlijk ook uren op jou gewacht. Ja. Blij om ze weer te zien. Ja. Heel blij weer te zien, ja. Dus nou, omdat we ook het trainingskamp in Portugal hadden van tevoren, heb ik ze 5 weken niet gezien of zo. Dat is echt heel lang.